Hey, Dolle, er is hier met Jan Ted. Hey, jonge Jan. Ja, nou, ben je op de Veluwemeer geweest? Hij is het vet. Zo gauw als de vorst aangegeven waarop de wind gaat naar het oosten. Die lucht door je haar, langs je heen. Dan voel je gewoon bijna één met de natuur. Één met Gods schepping. Maar dit is het mooiste wat er is. Winnen op natuurreis. Ah! Een oerkreet. Ah! Oh, is dit pijn of vreugde? Ah, zo verschrikkelijk veel pijn. Het E-woord is weer gevallen. Gelovig Nederland houdt zijn hart vast voor de persconferentie morgenavond van de Friese Elfstedenvereniging. Want het zou zomaar eens kunnen gebeuren dat de Tocht der Tochten aanstaande zondag verreden gaat worden. Goedemorgen. Gemeente, ik reed tegen Evert van Bentum, tegen Dolle Dries van Weijer, tegen mijn broer Henry. Al die kanjes. Ik deed de eerste keer mee en ik won. Toen hij jong was en tot 10 jaar terug, daar waar hij kwam, daar ging het om René. En nu... René is echt, ja weet je, René is zo veranderd. Misschien ben ik niet helemaal het goed. Moet je ook nog eens met anderen in gesprek gaan die René goed kennen? Koeien die zeg maar middelmatig zijn, daar heb ik niet veel mee. Een koe die lastig is, die blijft zijn hele leven lastig. Gewoon degene die hier met kop en schouders bovenuit steken, daar geniet ik echt van. Ze zijn denk ik allebei aanrijden geweest. Alleen René, die heeft nationale titels gepakt. Papa had zijn techniek niet helemaal mee, zei hij. En als je niet wint, ja, dan ben je ook niet bekend. Dan word je niet bekend. En dat is funest. De bevelen des Heeren zijn recht. Het gebod des Heeren is zuiver. Zo zie ik dat er niet.